En wij gaan kijken naar de tweede rit. Angela Houk, reputatie opgebouwd bij de junioren, tegen in de binnenbaan startend Christa Loeding. Twee op het wereldkampioenschap achter Bonnie Blair. En in het bezit van het baanrecord met 39,19. Snelste tijd van Loeding is overigens 39,12. En dat mag er natuurlijk zijn. Hoe gaan die eerste 100 meter? Wat voor tijd realiseert ze? En die tijd wordt 10,60. Ze is sneller dan Blair. Sneller dan Blair, want Blair had 10,69. Het begin lijkt dus erg goed uit te pakken voor Christa Loeding uit de DDR. Vorig jaar wereldkampioene, dit jaar dus zoals gezegd de titel aan Bonnie Blair moeten laten. En misschien hier een revanche. Die buitenbocht loopt ze goed. Wat schokkend, wat hokkiger, wat ja, echt niet zo mooi als Blair dat doet. Maar de snelheid, die zit er natuurlijk wel in. Nu de laatste 100 meter. Angela Houk komt nog dichterbij. Maar de overwinning, die is heel duidelijk hier voor Christa Loeding in een tijd van 39,69. Een prima tijd, terwijl Angela Houk 40,15 op de chronometer brengt.